Zo mensen, hallo, welkom bij vlog 2. Hoi. Hoi. We zijn fucking vroeg in de Efteling, hoe laat is het? Even kijken. Ja? We lopen nu naar Symbolica. Nee, we lopen niet naar Symbolica. Ja, maar we gaan langs. Ja, we lopen langs Symbolica. Het is 9:06. Het is 9:06, een uur voordat het park open gaat. En we lopen al in het park. Maar bijna een half uur mogen we al in de attracties, omdat we bij Efteling gasten zijn die in het... Een accommodatie zitten. Ja, de accommodatie. Dus we lopen naar Vogelrok. En zoals jullie gisteren hebben kunnen zien op de vlog 1, hebben we gisteren ook al Vogelrok gedaan. Ja. Ik vind het een vrij goede achtbaan, zeker omdat het Vekoma is. En maar de remmen die waren goed. Ja, voor Vekoma waren de remmen zeer goed. Wat is het plan? We gaan naar Vogelrok, kijken of we nog tijd hebben en dan gaan we naar de barrel. Ja, nee. Ja, we kijken of we nog tijd hebben en dan doen we. Anders doen we eerst Symbolica en dan gaan we naar de barrel. Maar ik vrees dat we toch eerst naar de barrel gaan. Boekslot of zo. Ja, we zien wel. We zien. Dus tot aan Vogelrok. We zijn aan het Paleis der Fantasie, maar we hebben een probleem. Hij is gesloten. Nee, het park is gesloten, ja, dus we kunnen hier niet weg. Dus we gaan leuke shotjes maken. Ja, we gaan leuke shotjes maken en mijn broekzak af. Allee, Jarle, nee, stop en begin. Zet hem eerst af en dan opnieuw. Nee, ik film maar mooi aan één stuk. Maar niet gewoon recht blijven staan. Ah. Maar doet dat dan omgekeerd, hè, met op de achtergrond, hè? Ah, ja. Onder ons laag. Jongens, 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 die Brent, hè, die heeft toch nog veel te leren, hoor. Oh, my, my. Hé, hey, ik heb de mooiste achtergrond ooit. Ja, ja. Doe iets met je leven. Ja, Symbolica dus. Kom maar. Voor elkaar. Wie was hem? Elk jaar is dat iemand anders. Dit jaar... Zeg eens, waarom zijn we hier? Ja, Efteling heeft niet goed gekeken. Want allee, ze hebben niks van... De bezoekers die hier slapen, die mogen normaal zien eerder in het park en meer eerder attracties doen. En maar, Jarne, hè? Ja? Dus dat gaat niet, want ze hebben niks gezegd dat wij langs een andere ingang moesten. Dus wij wisten dat niet, wij stonden aan Symbolica. Maar dat waren allemaal de gewone bezoekers. Ah ja, ik had niet gezien, wat? Hé! Hey. Ik kom. Oké. En stappen maar! Ga in de. Ik ga een professie worden. Heb je er zin in? Nee, ik ben depressief. Ben je depressief? Dit wordt leuk! Kom je alle! Oh nee, dat is een draai. Jepla! Is dat mijn beugel? Nee. Dan moet ook naar beneden. Ah, oké, okay, perfect. Het vanzelf om. Oh my. Oh wij, daar gaan we op. Dit jaar nou echt niet leuk, hè? Nee, ik vind het niet leuk. Ik wil Baron Baxi. Ha, hij focust zich op die bannetjes in hoofd. Ja, veel plezier, ik ga me hier dan. Hela, genieten. Ja, maar dan zet ik minder op. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Kijk, dat is leeg. Da 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 da. Er wordt zelfs in winkelcentrums gedraaid voor mensen weg te lopen. Nee, in het station. Er komt water uit de week. België! België! Waarom krijgen we zo'n klein deel? Ja. Zelfs scherp.
Ik wist niet dat dat woord niet grond gewoon een tapijt was. Da 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 twa 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 twa. Symbolica duurt minder lang. Hey? Symbolica is nu al 40 minuten wachten. Nu al? Efteling had misschien beter nagedacht over de capaciteit van hun attractie. Tot daarmee. Ik kan anders niet filmen. Maar ik ben het gewoon weg aan het werken in mijn hoofd. Ik kijk naar de camera, dus ik merk er niks van. Ik ga me eigenlijk af dat die attractie eruit werd. Of sommige dingen die ik toen niet nadacht. Bijvoorbeeld hier. Wat? Die muren. Komen in Chinatown. Dat gaan we ook. Wat? Echt? De baan gaat een beetje omhoog. Amai. China! Are you kidding me? Focus ook gewoon echt op die splitogen, hè. Kijk, dat is een Siamese tweeling. Ja, die hangen aan elkaar dus. Dat is gewoon van papier maché, hè. Wauw, die animatronic. Hij beweegt een beetje snel. Dag Jokie. Oh my god, klein kind. Hij zit liever in bos. Dit is wel leuk. Zo? Die draakjes zijn wel grappig aan de Metronic. Hij is groot. Hey, trek je foto's van mij? Nee, ik ben aan het filmen. Ah, die heeft. Wat zei die glazen zeggen? Dat ze u uitzwaaien. En dat ze zo allemaal in elke taal goodbye zijn. Zie je, nu gaan we naar beneden. Ja, maar straks gaan we naar boven moeten kijken. Kijk hier. Een unicorn ook gewoon, hè. Ze hebben allemaal een feesttoetje op. Daar is het zwaar. Ah, dit heb ik nog niet gezien. Oh nee, dat is Afrika. Racisme. Racisme. Kijk, nu zijn we aan het einde. Wordt het na 2 seconden. Nou, wordt het een productie zijn. Au! Kijk, zie je? Groeten aan de buren, dat is van ons, denk ik. Hè? Ja, dat is. Groeten aan de buren is aan de andere kant al. We zullen hem wel nog zien. Aloha. Balk? Komt nog, ze is daar. Hier, goed naar de buren. Ah, dat is een
Nederland en België. Ja. Nee, dat zijn ze niet samen. Want de Nederlanders hebben... Zo, en we komen juist uit het carnavalfestival. We zijn... En dat was superleuk. Ja, vond hij dus. Maar ik zit nog altijd met dat stom muziekje in mijn hoofd. Ah, oh my god, hou je mond alsjeblieft. Nee. Oh, oh my. Daar gaan we nu maar naartoe. Dat, sorry voor mijn gevloek af en toe in de video's. Dat is gewoon omdat ik soms heel rap... nee, dat is niet omdat ik soms rap gefrustreerd raak. Ik raak rap gefrustreerd. Gaan we in de pagode? Nee, we gaan niet in de pagode. We gaan niet in de pagode. Gaan we in de pagode? Nee. Dus, we gaan nu terug naar de Baron. Want we willen Baron Backseat doen. En ja, als je Baron Backseat wilt doen en je wilt zeker zijn dat je op tijd bent, ja, dan moet je snel zijn. Want nou, we hebben daar juist gekeken op de app. We hebben vorige ook 3 keer gekwant. Ja, we hebben vorige ook 4 keer gekwant. Ja. En 4 keer een vogelrok. En dan 1 keer carnaval festival. Dus het is nog oké. Want we hadden een beetje ja met die Efteling. Maar wat we dus weten is dat dit mooie paleisje hier... Nu al 40 minuten. Nu al bijna 45 is. Nee, daaruit als ik gekeken heb voor de Baron was 45 op. Baron? Ja, als ik keek voor de Baron daar... En ik, dan moet je sowieso langs hier. 45? Was het hier symbolica al 45 minuten. Oh, dus maar wat ik het niet over de Baron. Ja. Nee, de Baron is 5 minuten nu. Vijf minuutjes voor de Baron. Dat ga ik niet laten maar zitten. Maar het is toch in die gebouw zo allemaal schelpen gekocht. Maar dat weet ik toch niet. Kijk daar. Maar wat ik wel weet is dat Toverland dit gejat heeft. Andere Rijk, Efteling Theater, Marenrijk, Carnaval Festival, Rijk. Wacht, waar is de Baron? Andere. Waar ligt de Baron? Daar zie je nog andere daar. Ja, daar zie je hem uitsteken. Daar is de Baron, ik zie hem gaan. Maar we gaan dus naar de Baron en we zien jullie aan de wachtrij van de Baron. Van de Baron. De Baron. Dus En geniet van de sfeerbeelden. Van de Baron. Van de Baron en de andere attracties misschien. Doei. Ja, doei. Zo mensen, en we komen juist weer uit de Baron. We hebben die opnieuw gedaan. Blijf en nu top gaan akka. We in de... Piranha. Ja, inderdaad. Brent wordt precies nog eens in de Piranha vandaag. Dus we gaan nu in de Piranha. En wat is de Piranha, Brent? Een rapid river. Van? Ja, van welke bouwen? Ik weet niet, maar kijk, hij passeert daar. Dat ja. Is toch zoiets hetzelfde als bij Bellewaerde? Nee, Bellewaerde heeft niet. Ik weet het niet. Maar het is wel dezelfde bouwer die de Goliath heeft gebouwd. In Tamin. Ja, maar dus we zien jullie zo dadelijk. Zoals jullie zien, bootje. En dan hartje erin. Voilà. En dan mooi kijken, hè. Lekker hoor. Ah, oh, dit is genial. Ik ga me hier nog even bezig houden. Eh, leuk hè. We gaan ons nog even bezig houden. Hoi. We hebben een uur verspild aan de Piranha. Ja, we hebben een uur nat, mensen nat gemaakt. En nu zijn we aan Jeroen aan het maken. Ja, en we weten niet of dat waar we gaan doen. Maar we zien wel. Kijken we. Ik kijk naar de wachtrij. Dus, daar gaan we nu naartoe. Ja. Oké, doei. Gewoon niet te lang. Dispatch. Wat? Dispatch. Zie ik het hard naar beneden. Dat valt zo hoog. Maar dan zie je het anders zitten. Ja, moet je wel anders dan naar beneden. Lekker. Nee? Ja, ik heb mijn band gezet, maar mijn juf. Nee, dat is gewoon camera bij de lift. Ja. Dat is een leuk stukje. Gewoon een klein beetje hup. Grote bergstok. Lekker hoor! Thank you.
bijna weg, nee toch? Waar zit die stop daar? Noodstop? Waarom zit die daar? I don't know. Als je nu zo de juist genoeg pijn hebt. Ah, waarschijnlijk als er iemand komt, als je het doorrijdt, moet je op dit. Moet als je dan vrolijk weer in één keer vertrekt, dat zou kunnen duwen. Wie had er gisteren eigenlijk gewonnen? Ik. Ja, ik denk gewoon klopt. Ieder boekje. Thank you.
Ziens allemaal. Au revoir, goodbye, auf Wiedersehen. Adios, adieu, Richard. Tot ziens. Dag. Ja, tot ziens. Het was wel een waar genoegen. Doei doei. Tot weer ziens. Een merkwaardige audiëntie. Oh nee, die grote scène. Kijk, Dennis is hier ook. Dennis. Niet op mijn hoek, ik ken een fucking camera. Ah, alles blijft tussen mijn benen. Ja, maar dit is... Duw hem maar.
moet op alle knoppen duwen. We zitten echt gewoon boven een rail. Dus al die elfjes zijn nu anders aangekleed, hè? Omdat 25 jaar op zo bestaat, ik weet niet. Daar staat ook gewoon een unicorn, hè? Van boven. Terwijl het een eenhoorn. Hé, het zijn bloed en bloed. Hey, mis je hand, hè? Ik vind dit wel dom, zo van die warme kamer.
draait niet gewoon. Nee. Nee, wij draaien niet. Maar nu pas. Die poppen zijn gewoon eng, vind ik. We zullen normaal zien toch vuur moeten ruiken van bloemen. Ik ruik een klein beetje, maar het is niet zo super. En nu gaan we in de sterren. Wat gaan we een beetje sneller. Ja, man. Oei, joh, dit maakt je paranoia. Ja. Concentreren op de baan die boven nu af en dan is het wel aan het doen. Oh, wow. Wordt zot. Oh nee, sorry. Dat is een foto. Ja. Dat is echt groot, hè? Die scène, ja. Nee, die dingen, dat lijkt echt klein op beeld, maar kijk hoe groot dat is in tijd. Ah, wauw, we gaan nog omhoog. Wow, dat is omdat we straks naar beneden gaan. Ik denk dat dat hier is. Hey, vandaag veel, niet zoveel editing meer. Ja, die ga je snel naar hier. Snel? Toch oké. Oh, wauw. De rammelbak is dat. Rammelbakkie. Maar dat is echt water? Ja, dat is echt water. Jij bent een oude opa. Oh, dat was een foto. Dat was de echte foto waarschijnlijk. Dit is nu het einde. Ja, dank. Gisteren was het een zeer korte vlog en dat komt omdat het... Ja, we hadden niet zoveel zin meer, het was tering hard aan het regenen en zo. Dus dan had het niet veel zin meer om te filmen. Zeker omdat de camera's daar niet zo goed tegen kunnen. Maar wat hebben we nog gisteren gedaan? We zijn eerst een droomvlucht geweest na het eten. Dan zijn we doorgelopen naar het Vogelrok. Dan hebben we Baron 1898 nog eens gedaan. Dan hebben we Joris en de Draak gedaan. En dan hebben we... de Vliegende Hollander als helemaal laatste gedaan. Dus we zaten helemaal alleen in de boot en helemaal alleen in de wachtrij. En dat is niet zo tof. Hè? Dat is niet tof, hè? Helemaal alleen in de Vliegende Hollander? Jawel. Vond je het leuk in de wachtrij? Nee, hè? Nee. Alles is nog dicht namelijk. We zijn de eerste in de Efteling vandaag. Yay! Allereerst. Ja, we kunnen weer Duitsje passeren. Nee. Jawel. Ja. Het mooie Aquanura dat uitstaat. Zoals jullie zien, het is hier allemaal nat van de regen. Ga naar daar. Je moet mijn dansje. Ik ga je geen dansje van. Maar dus, we gaan ze dadelijk terug naar Vogelrok. We gaan Vogelrok kwanten. Rare man. We gaan dus Vogelrok kwanten en... ja, daarna gaan we wel zien wat we doen, hè. Waarschijnlijk terug naar de Baron. Dus, tot zo dadelijk. Vervulde het ieder met huiver en angst. Verder genoeg zijn de boekrijkers, de operatie van deze streek en de nu ook in het bijzonder.
gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent u gebleven, niet zeker. Dus wij nog verlaten. Zelfs de grendel voor een valdeur houden hem niet tegen. Ach, heer. Wie zal ons kunnen volgen als dat zelf niet dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en bezocht de bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Posten, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het opraken. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. Kaarsen waren ontstoken, vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. Kut als je achterover leunt, want dat huis is ook al aan het draaien. Schommeltje! Schommelen maar! Oh, dit is hoe kun je weten dat je zelf niet op de kop gaat? Kijk hoe je naar de bug zakt. Kom gaat, wat gebeurt er met dat valt. Alleen wij, achter. Het ziet daar ook aan het midden, hè. Het midden blijft gewoon zo. Kom, maar het is een kut illusie. Dat vind ik. Die baas bewegen ook gewoon, hè. Oh, nu is het eigenlijk al stil. Ja, maar nu zit
het wel eigenlijk zo. Straks gaan we helemaal lopen, dan komt maar een beetje te een halve euro in de kont steken en dan gaat dat schieten. Allee, doe een keer. Kijk daar omhoog en dan... Ha! Rip! Is dat plastic? Geef eens. Ja, de papegaai. Dan meen je dat dat... Ja, dat is oké, dat is echt plastic. Heb je betaald 50 cent voor plastic? Ja. Kom als het komt. Oké, mensen, maar hierbij gaan we dus... Wat gaan we doen hierbij? Afsluiten. We hebben zo weinig gefilmd omdat we... Ja, we vonden het hier te leuk. Nee, we wouden ook een beetje Efteling voor onszelf. Dus, we gaan jullie... Twee blokjes in plaats van drie. Ja, in twee in plaats van drie, inderdaad. En, soms wel een keer dat je ons niet ziet, maar gewoon beelden. Ja, inderdaad. Omdat we echt... Sfeerbeelden van de Efteling. Geen zin hadden om echt te filmen. Inderdaad. Maar we zien jullie dus bij een volgende vlog. En zoals jullie al misschien weten, weten we nog niet waar dat is. Waarschijnlijk bij Plofsland te pannen. Ja. Dus dat lijkt mij ook meer redelijk logisch. Dus wij zien jullie bij de volgende vlog. Zo, de laatste sneeuw.